Wes van Ludoper onder andere natuurlijk, heel bekend. De winst van bijna 40.000 euro. Dus koersparen te over in deze moederlijn. Kijken we even verder nog, Torino Bursi. Met een winst van 25.000 euro. Dat is weer de moeder van Tempo Boy Bursi. Met een winst van 30.000 euro. Het filmbeurs komt uit deze moederlijn met bijna 40.000 euro. Normaal bijna gezet van de koerspaard in deze nummer 14, Deborah Fles. Hier zitten we ook nog terug, heerlijk goed. Mooi handbak. Ga naar 115 van de familie Van der Zanden. Vivian Prince. De front lady is de vader. Dan hebben we winst van $300.000 ruim. De moeders. Die was 4 jaar gelopen, 73. De Rosa's Kickdown. En dat is het eerste kind van deze moeder. Kijk even naar Battlefield of Soul. En heeft natuurlijk al de goede Willy Prince gebracht. Met een winst van nu €12.500. Is 19 keer te winnen deze Willy Prince. Afgelopen zaterdag kunt u nog, was u er nog getuige van. Willy Prince weer naar makkelijk overwinning. Voorstal kreeg was Amazing Boy natuurlijk ook heel goed. Die was 4 jaar al in 14-1. En heeft nu een winst van ruim €5.000. Frumba, Jaja Kal. En heeft al goede kinderen gebracht. Vele koersvaren. Nu allemaal bekend hoe degelijk en sterk de Felix SR. Recent nog winnaar in Jouwer en op de korte baan nog steeds een mannetje staat. Ook Wyatt Beukerswijk op de lange baan met een winst van bijna €55.000. Maar ook op de korte baan staat Wyatt Beukerswijk zijn mannetje bij Jos van Kolwijk. Allemaal lekkere koerspaarden uit deze Jaja Kal. Oorsprong Zweedse oorsprong. Het Frans invoeren nu. Tikkeltje Frans met driekwart Amerikaans. Moet lukken met deze 117, deze hengst. Top Beukerswijk. Nou, door met het nummer 118. Victory ter wereld. Een van de weinige passing rekkers op de Nederlandse veiling. Een passing rekker natuurlijk. Supergraan al twee derby winnaars gebracht bij de Hengsten bij de Medis. Tini Alki, snelle boerder, een winst van €10.000. Het was het eerste product van deze Tini Alki. Kijken we even naar Lana Alki. Heeft onder andere Sara Alki met een winst van bijna €26.000. En heeft al gebracht een goede Alki Flevo. Een van de derby favorieten met een winst van €10.500 record. 14-6. Ook een ware Alki doet het goed. Niet alleen op de lange baan, maar ook op de korte baan. Een gevreten tegenstander. En ook uit het verleden nog Rozem Alki. Won 2 maal de 4,5 kilometer van Alkmaar. Ja, hij is al vertrouwd een beetje met het zandpad voor de korte baan. Ziet het. Zit er allemaal goed in deze Hubert Victory. Nozem Alki met een winst van bijna €60.000 bij dezezelfde moederlijn. Danilo Baldwin van de familie Ebbingen. Geboren op 23 april. Straussie uit Kanya de Bruin. Die was 3-jarige en 17. Jure Baldwin komt hier al uit deze moeder. Met een winst van €9.500. Bij Kees Himming goed gedaan als 3-jarige record 15-6. 2-jarige heeft ook al gekwalificeerd. QB Bolton, 1.23 gelopen, rustig aan, zwaar pad doen. Maar dan kijken we even ver nog in deze goede moederlijn, sterke moederlijn. Ook onder andere zien we terugkomen ook Uri Lou met een winst van bijna €90.000 toen met Tjitse Smeding. KTA komt ook uit deze moederlijn bij Jan Dooyweert met een winst van bijna €80.000, record 14-1. Dat zijn aanstekende namen. Zit u allemaal terug in deze moederlijn, sterke moederlijn. Danilo Bolvin. In deze zeer bewezen moederlijn
Daar kunnen we ook nog terugvinden. Top eentje van Waleer, Heres. Mooie naam, Dickie Francis. Deze 128. Top 3 Vacation. Gin AMC krijgen we nu. 130. Er moet bovennatuurlijke kracht uit deze Gin AMC komen. Eileen Donnen is de vader. Rita Dier is de moeder. Rita Dier heeft al goede kinderen lopen. In Duitsland actief. Zirien IMC met een winstom van 25.000 euro. Record 15.2. Eura AMC heeft nu een record van 15.7 en 5.000 euro. En Shanna AMC heeft recentelijk gekwalificeerd op een zware baan van 1.23. Allemaal al in de baan van verschillende hengsten. Dat mogen we graag zien. Dat betekent dat de moeder goed fokt. En dat zit er zeker in deze nummer 130 van Thunderpool. Mooie maat. Even kijken, even nog de Utah Krekker. Hij heeft ook een predicaat. Elite Mary. Jasmine Dier onder andere. Roesha Dier nog steeds actief. Hij heeft er zin in, deze 130. Hij heeft er zin in, deze 130. Nexus Kappen product. Er zit de invloeden van de schimmel weer terug in deze D5. Wordt paardvoering met BTW verkocht. Dus met BTW. Gimana Beest, die is goede moeder. Met een winst van 37.000 euro. Whatever Canoe komt hieruit. Met een winst van 6.000 euro. Dat is dus een volle broer, half broer en volbroer van deze nummer 137. Want die is ook van Nexus Kappen. Zien we deze moederlijn ook terug komen? We waren van Valère Germano. U bracht onder andere Birmana B, LNB, toen met Henny Frederikseerde weer naar Oost Gaasbergen. Dat kon weer zo van 26.000 euro. Mooi, handzaam product. Deze 137. En dan kunt u mooie naam bij u bedenken. Van de familie Heisma. Krijgen we een van de twee starissen. Die zijn natuurlijk ook altijd present hier op de Unitrotveiling. Dit is Daily Stardust. Het paard mag niet zonder toestemming definitief worden uitgevoerd naar het buitenland. Daar komt ze aan, geboren 3 april. Orlando Vici, populair Orlando Vici. Brengt mooie paarden, maar ook snelle paarden. Dat is terug in deze 138. Daily Stardust heeft al een product in de baan. Alltime Stardust, onder andere een tweede in de derby selectie. Bill Stardust heeft zich recentelijk gekwalificeerd in 20-7. Dus de eerste twee zijn al in de baan. Dit is pas het derde product. Kijk even verder naar de grootmoeder Beste Wondel. Met een zo'n 500.000 euro. Heeft onder andere gebracht in de moederlijn Wahini Stardust. Jorak Stardust morgen ook actief hier met een winst van 19.000 euro. Legend Stardust, jonkerprijswinnaar 19.000 euro. Maar ook natuurlijk de derbywinnaar Nigel Stardust. Een jonkerwinnaar. Nigel Stardust met een winst van 104.000 euro. Dus derby bloed in deze nummer 138. Deze Mary, Daily Stardust. Krijgen we de 39 van de familie Belga natuurlijk. De Rodelpaarden, in dit geval Dina Rodel. 17 juli deze Mary. Van de Kronenburg. Uit die snelle en veelverdienende Mary. Gaia Rodel. De Harald Mollema. Winst van 112.000 euro. Deze boerderij komt onder andere terug ook natuurlijk. Nog steeds nu ook succesvolle. Arco Rodel. Arco Rodel heeft nu in de laatste 10 starts 5-maal als winnaar. De koers beëindigt met nu een winst van bijna 4.000 euro. Dus pas 10 keer maar gelopen op die Arco Rodel. En daarvan de helft gewonnen. Verder natuurlijk uit deze moederlijn de bekende Wim Rodel. Afgelopen week die dan net gekocht met Tom Kooijman. Met een winst nu van 51.000 euro. Christen Rodel met een winst van 40.000 euro. Met deze zeer bewezen moederlijn. De normaal stopmoeder. Gaia Rodel. Met een incredible hulp.
De nummer 139. Mooie maat, goed opgepast eigenlijk. €3.200 voor de tweede maal en €3.200 voor de derde en laatste maal is verkocht.